Tata Steel. Belofte maakt schuld. Het bedrijf beloofde de uitstoot van kankerverwekkende stoffen in 2022 met 50% te hebben teruggebracht. Maar onderzoek na onderzoek laat zien dat de hoeveelheid kankerverwekkende stoffen die neerdalen rondom Tata niet is afgenomen. Tata walst ondertussen gewoon door. Na steeds hogere dwangsommen, boetes en niet nagekomen beloften weigerde de directeur van Tata Steel om verantwoording af te leggen aan de Tweede Kamer. Op aandringen van D66 gaan we volgende week toch in gesprek. Het wordt tijd dat Tata Steel verantwoordelijkheid neemt voor het milieu, de natuur en de gezondheid van omwonenden.